Er was eens een houthakker die een vrouw en 7 kinderen had. Het waren allemaal jongens. De houthakker was arm. Zo arm dat hij onmogelijk de kost kon verdienen voor zijn grote gezin. De jongste van de 7 kinderen was een heel klein ventje. Toen hij geboren werd, was hij niet groter dan een duim. En daarom werd hij door zijn vader en moeder en broertjes Klein Duimpje genoemd. Jarenlang leefden ze in grote armoede. Op een dag hadden vader en moeder geprobeerd om hun kinderen in het bos achter te laten. Maar dat was mislukt, doordat Klein Duimpje kiezelsteentjes had gestrooid, waardoor ze de weg weer terug hadden kunnen vinden. En nu was het weer zo. Klein Duimpje en zijn broertjes waren helemaal alleen in het bos. Vader en moeder waren nergens te bekennen. En angstig vroegen de broertjes Klein Duimpje om raad. Klein Duimpje, heb je weer kiezelsteentjes gestrooid, net als de vorige keer? Dan kan je ons wel weer thuis brengen, hè? Nee, kiezelsteentjes heb ik niet. Vader en moeder hadden gisteravond de deur zo stevig op slot gedaan, ik kon niet gaan zoeken. Dus nou weet je de weg naar huis niet meer? Nou moeten we altijd hier blijven. Stil nou maar, joh. Ik heb er iets op gevonden. Ik heb gisteravond een klein stukje brood in mijn zak gestopt. En op de wandeling hierheen heb ik telkens kruimeltjes op de grond. Ja. Ga maar mee. De broodkruimels zullen ons de weg wel wijzen. Wat heb je dat weer goed bedacht, Klein Duimpje. Als we jou toch niet hadden, hè? Nou, stil me maar, hè. Laten we allemaal gaan zoeken naar broodkruimels. Ja, goed. Vooruit, jongens. Allemaal zoeken. Jawel. Nou, ik heb er geen gevonden. Goed, ik ook niet. En toch weet ik het zeker dat ik vanmorgen op dit paadje bij deze boom een kruimeltje heb neergegooid. Ja, zeker? Nee, hier ligt ook al niks. Nee. Hier ook niet. Hoe is dat nou? Hier ook niet. Niemand heeft er nog brood gevonden, Klein Duimpje. Maar dan is het weg. Kom! Oh, hoe kan dat? Misschien door de wind? Wel, nee, joh, het waait niet eens. Er is geen wind. Het moet iets anders geweest zijn. Vogels? Ja, natuurlijk. Je weet toch net zo goed als ik dat vogels verzot zijn op buiten? Ja, ze hebben alles opgegeten. En wat nou? Zijn we nou verdwaald? Ah, hou maar niet. In elk geval weet ik nu niet meer hoe we naar huis moeten komen, maar... Huilen jullie nou niet, hè? Laten we bij elkaar blijven en we zoeken net zo lang tot we de weg naar huis teruggevonden hebben. Kom maar mee. Eerst deze kant. Kom mee. Urenlang liepen de kinderen door het dichte bos. De lucht betrok en er kwam een vreselijk onweer met stortregens. Oh, de broertjes werden hoe langer hoe angstiger. Alleen Klein Duimpje was niet bang. En hij troostte zijn broertjes, die allemaal veel groter waren dan hij. Toen het donker begon te worden, klom hij in een hoge boom om goed rond te kunnen kijken. Hé, jongens, ik zie iets! Ja? Een licht! Wat? Waar dan? Daar! Oh ja! Ik kom naar beneden, dan gaan we naar de Een lichtje. Nou, wellicht is er moeten mensen wonen. Ja, natuurlijk. Zouden we dan toch nog gered worden? Zo, daar ben ik weer. Hè, kinderen, we gaan erop af. Deze kant uit, kom mee al. Ja. Is het nog ver? Ach, stil nou maar. Ik zie al een huis. Daar in de verte. Kijk. Oh, kom maar. Ja, vooruit, jongens. Rennen. We zijn er. Zo, nou jongens, wie tilt me even op? Dan kan ik bij de bel. Ja, wacht, maar dat doe ik wel even. Zo. Wie is dan nog zo laat op de avond? Oh, nou zie ik het pas. Allemaal kinderen. Ja. Dag mevrouw. Zeker. Ja. We zijn verdwaald.
Mogen we vannacht in uw huis blijven? Stil toch, kinderen. Hoe kun je dat nou toch vragen? Weet je dan niet dat dit het huis is van de reus? Wat? Die is heel gevaarlijk. Ja, ja, dat zal dan wel waar zijn. Maar buiten is het voor ons ook gevaarlijk. Het is een wolf. Laat u ons toch alsjeblieft binnen. Het is een heel voorzichtig. Stil toch. Nou, vooruit dan maar. Kom er dan maar in. Gelukkig stil. Ja, maar stilletjes hoor. Heel stilletjes. Wat is dat allemaal, vrouw? Zijn dat soms mensen? Dat treft goed, want ik heb een honger. Vlug, vlug. Kinderen, kruip maar zo lang in dit bed. Ja, zo, kom. Jij ook. Ja, vooruit. Ja, ga maar naast elkaar liggen. Nou, vlug dan, kinderen. Ja, goed zo, goed zo. Ja, ik ga nog even kijken naar mijn 7 dochtertjes. Die liggen in de kamer hiernaast. Dan kan ik de reus zeggen dat hij zijn eigen dochtertjes heeft gehoord. Maar de reus was zo onrustig. Hij rookte kinderen en hij wou op onderzoek uitgaan. Maar Klein Duimpje was hem te slim af. Klein Duimpje was stilletjes het bed uitgegaan. En hij had gezien dat de dochtertjes van de reus allemaal een kroontje op het hoofd hadden. Vlug pakte hij die kroontjes van de meisjes af en zette die op de hoofden van de broertjes. En hij lag net op tijd weer in bed toen de reus kwam. Pas op voor de reus met zijn grote neus, met zijn armen als dikke bomen. Pas op voor de reus, kijk pak je reus, probeer maar weg te komen. Oh, wat is het hier toch weer donker. Nou, eens kijken. Hier ruik ik vreemd mensenvlees. In deze kamer. Zou er iets verborgen zijn in dit bed? Eens even voelen op de kussens. Kroontjes. Ach, wat ben ik dom. Dit zijn mijn eigen dochtertjes. Jammer. Dus er is niks te eten. Dan zal ik maar een dutje gaan doen. Waar is mijn luie stoel? Ik zal wel gauw onderzeil zijn. Vlug, we gaan er vandoor. Ja, het is heel gevaarlijk. Kom mee. Voorzichtig hoor. Zachtjes hoor. Ja. Hand in hand slopen ze het huis van de reus weer uit. En toen ze buiten kwamen, zetten ze het op een lopen. Maar, de reus was intussen wakker geworden. En hij had begrepen dat hij voor de gek was gehouden. En nu ging hij de jongens achterna, vliegensvlug op zijn 7-mijlslaarzen. Maar gelukkig, weer was Klein Duimpje hem te slim af. Want hij had een hol ontdekt, ergens in het bos. En daar verstopten de broertjes zich. En de reus kon hen niet vinden, hoe hij ook zocht. Het duurde allemaal zo lang dat de reus moe werd en slaperig. En tenslotte viel hij in slaap, vlak bij de geheime schuilplaats van Klein Duimpje en zijn broertjes. Jongens, wees stil. Ik geloof dat de reus slaapt. Ja. Wat snurkt hij, hè? Wat doen we nou? Ik heb een mooi plan. Kom, op je tenen lopen, hoor. Ja. Zo, hier ligt hij, onze reus. Nu gaan we met hem heel voorzichtig zijn grote 7-mijlslaarzen uitjekken. Allemaal helpen, jongens, toe. Ja. Nou, daar gaan we. Eén, twee, drie. Nummer 2. Ja. Maar heel voorzichtig, hoor, Klein Duimpje. Hij mag niet wakker worden. Hier is de tweede laars. Ik trek ze allebei aan. Zo. Nou, geef me een hand. Hou elkaar goed vast. Ja. Want met 7-mijlslaarzen kunnen we zo hard lopen. Ja. Maar kom mee. En daar ging Klein Duimpje met zijn broertjes. Ze vlogen bijna, zo hard ging het. De reus werd er wakker van. Maar hij had geen 7-mijlslaarzen meer en dus kon hij hen nooit meer inhalen. De kinderen waren in een ommezien het bos uit
En het duurde niet lang of ze zagen het huisje van hun vader en moeder weer terug. Nou, en je begrijpt dat de houthakker en zijn vrouw heel gelukkig waren met de thuiskomst van de kinderen. Intussen was vader houthakker van de koning geworden en hij verdiende dus nu zoveel geld dat er nooit meer armoe zou zijn. En zo kwam het allemaal weer fijn in orde, dankzij Klein Duimpje.